Ja, er is in Wijchen door de jaren heen veel veranderd. Maar één ding bleef altijd hetzelfde. Café De Teersdijk. Vroeger was het ouderwets, nu is het vintage. Maar velen zeggen vooral het gevoel te hebben dat ze bij opa en oma op bezoek komen. Toch zal dit nostalgische gevoel binnenkort verdwijnen. Want per 1 juli zal het café na precies 91 jaar de deuren sluiten. In juli 1933 was de opening van het café, dat 3 jaar eerder volledig was afgebrand. Op exact deze dag, 91 jaar later, gaat het café in de verkoop. Een plek met een rijke geschiedenis. Het is de derde generatie Jansen en daarvoor stamt het af van de tweede moeder van mijn vader. Maar sinds 1701 moet hier horeca zitten, volgens de gegevens. Het staat nog niet in de verkoop, maar we hebben al wel verschillende reacties gekregen. Eventueel mensen die het eventueel willen huren of kopen, dus... Daar gaan we de komende tijd mee in gesprek en dan zullen we zien waar het terecht komt. Ja. Wij weten dat we kunnen stoppen. We hebben geen opvolger. Onze oudste zoon zit in de journalistiek. Heeft geen interesse, heeft daar zijn draai gevonden. Onze jongste zoon is verstandelijk beperkt, dus dat gaat ook helaas niet. Nu is de vraag wat het echtpaar gaat doen. Momenteel willen ze gaan genieten van hun vrije tijd en kijken wat er verder nog op hun pad komt. Wel benadrukken ze met plezier gewerkt te hebben in het café. Ja, en soms natuurlijk ook niet met plezier. Het is niet altijd even leuk. Maar elke dag is anders. En je staat 's morgens staat weer om 11 uur en je weet gewoon niet wat er komt die hele dag. De familie Jansen zou zelf het liefste zien dat het pand behouden blijft en er horeca in blijft zitten. Café De Teersdijk dankt haar naam aan de omgeving waarin het café zich bevindt. Hier aan de overkant waar nu de Berendonk is, daar ligt allemaal lager als dat het hier ligt. Dat was vroeger een moerasgebied en dat heette De Teers. Dus dat schreef je nog met SCH, de oude spelling. En daar lag vroeger, was dat een moerasgebied en toen hebben ze door de moeras een dijk gelegd. Dus een dijk in die Teers en zodoende is de naam Teersdijk ontstaan.